We staan hier op het plein in Gennep voor de mooie kerstboom. Die al heel vroeg staat dit jaar gelukkig. 21 december is er weer kaarsjesavond. En wie komen daar allemaal bij kijken? Nou, we hebben dit jaar de fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen. En het koor Sint Cecilia uit Ottersum. En die zorgen dus voor de ondersteuning, want het is vooral samenzang. En het koor zal nog een paar liederen zelf te horen brengen. Maar de traditie is een keer, het is nu de 8e keer ook al, dat we samenzang hebben. En dat zal weer massaal klinken vanaf 7:30 op de kortste dag van het jaar. Ja, eigenlijk is het begonnen met het idee van na de restauratie hier van de kerk en van het plein. Dat we zeiden wij gaan zorgen dat er wat activiteiten ook terugkomen. Want er was een subsidie gekomen voor die. En we willen eigenlijk de bevolking toch mee laten genieten. En het is een sfeervol evenement voor kerst. En ik had zelf wat met kaarsen vanuit mijn werkzame leven. En ik heb het in Gouda vroeger gezien waar vele duizenden mensen kwamen. En ja, dat hebben we hier ook opgezet en dat begint een goede traditie te worden. Wij hebben hier kaarsen, die delen we uit aan alle belangstellenden met een programmaboekje waarin de liederen staan. En dan kunnen ze ook meezingen, de teksten. En verder staan achter alle gebouwen staan kaarsen. En dat betekent dat er dan toch bij elkaar zo'n 2000 kaarsen zijn. De openbare verlichting is uit. Dus het is altijd een heel sfeervol evenement. En we hebben wel dat er een bus staat als mensen een vrijwillige bijdrage willen doen voor de kosten, dan graag. Maar het is gratis. Heel mooi. En dan moeten ze hoe laat hier zijn? 7:30 begint het en het duurt tot 7:45, want het moet ook niet te lang zijn. Omdat het midwinter is, het kan koud zijn en we hopen dat ze het volle borst zingen dat het dan warm is. En er is een korte kerstboodschap van de burgemeester. En er is een vredeswens van de 4 geloofsgenootschappen. Dus de dominee, de imam, de pastoor, die spreken dan heel kort. Oh, dat is mooi. Wat is eigenlijk het symbool van die kaarsjesavond? Eigenlijk de bezinning voor kerstmis, dat je zegt van even een moment bij stilstaan, de voortgekomen uit de christelijke traditie, maar vooral het samen binnen het element en dat mensen eens even tot bezinning komen, heel ingetogen. We willen er ook geen andere toestanden bij hebben, het moet vooral sfeervol zijn, niet commercieel worden, ingetogen feest. Ja.